Jongens, Jiroski hier en vandaag hebben jullie mijn allereerste PC gameplay hier op mijn kanaal Jiroski Gaming. Op de achtergrond zie je een gun game op de map carrier en mijn eindscore is 20-0. Dit is mijn allereerste flawless gameplay die ik ooit heb gehaald in Party Game Mode Live op Black Ops 2. Op Black Ops 1 heb ik er wel een paar gehaald, maar op Black Ops 2 is dit mijn allereerste. En het is op de PC gehaald, want ik had natuurlijk gisteren Black Ops 2 gekregen van mijn sponsorship. Ik geef meteen ook twee Black Ops 2 CD's weg, CD keys weg, dus dan moet je de vorige video nog even kijken. Alleen, ik zat dus gisteren even te spelen. Dit is denk ik ongeveer het 6e potje dat ik speelde op PC. In de eerste 5 potjes zat ik een beetje mijn aim te verbeteren. Ik zat weer eventjes te kijken hoe alles werkte. Ik zette mijn settings goed, even alles op ultra gezet. Ik speel Black Ops 2 op 200 frames per seconde op de PC. Alleen als ik aan het opnemen ben, zit hij op 60 frames per seconde. En als ik het dan upload naar YouTube, zit hij op 29,97 als ik het goed heb. Dus jullie zien niet de 200 frames per seconde, maar het speelt echt gewoon heel soepel op de PC. Het speelt lekker en het speelt ook gewoon sneller. En dat komt door de point of view, want je ziet dat mijn wapen heel ver naar voren zit. Maar dat komt ook doordat je wel met de muis speelt. Als er bijvoorbeeld iemand in je rug komt die begint op je te schieten, kan je gewoon meteen omdraaien, kan je meteen dropshot, kan je meteen killen. Dus op de PC loopt Black Ops 2 wel echt gewoon veel soepeler dan op de PlayStation, maar het speelt ook gewoon lekkerder. Je hebt natuurlijk die point of view dat je hier ook op de achtergrond gameplay kan zien, want je ziet dat mijn wapen echt veel verder naar voren zit. Hier speel ik met de M27 en je ziet dat mijn aim nog best wel slecht is, want je hebt geen aim assist op de PC, dus je moet nog wel een beetje met je muis leren overweg gaan. En ik heb ook gewoon nog een normale Alienware muis. Ik heb geen Razer muis waar allemaal knopjes aan de zijkant zitten of iets in die richting. Maar je ziet dat mijn wapen echt gewoon heel ver naar voren staat. Dat heb ik zelf ingesteld, want op de PC zit er een options point of view. En meestal staat hij op 65. Op de PlayStation, Xbox en PC staat hij standaard op 65. Alleen op de PC kan je het veranderen naar 80. En als je dat verandert, kan je meer van het battlefield zien. Op het moment dat je je wapen meer naar voren zet, zie je meer om je heen. Dus je kan meer naar links kijken, je kan meer naar rechts kijken. En dat maakt het ook gewoon veel chiller om te spelen. Het lijkt alsof alles ook gewoon sneller gaat. Het lijkt alsof je sneller loopt. En dat komt dus door die point of view. Dus het ziet er altijd wel een beetje raar uit als je op de PC gamet. Omdat de meeste mensen gewoon gewend zijn aan PlayStation. De meeste mensen zijn gewend aan Xbox. En daar ziet het er gewoon allemaal normaal uit. Alleen op de PC kan je dus je point of view veranderen. En dat heb ik hier dus ook gedaan. Ik heb het meteen aangezet. Ik heb meteen al mijn controls goed gezet. Ik heb het gewoon even op mijn toetsenbord alles goed ingesteld. Met WASD, met 1, 2, 3, 4, 5, met Q&A. Want je kan ook weer leanen op de PC. Ik dacht dat als ze dat eruit hadden gehaald, want op Call of Duty 4 en 5 kon je nog leanen op de PC, maar dat kan nu dus nog steeds. Op Black Ops 2 kan je ook gewoon weer leanen, en leanen houdt in dat je gewoon om de hoekjes kan heen kijken met je Q en met je E. Dus dan kan je een beetje naar links rijden, kan je een beetje naar rechts rijden, en zo kan je om een hoekje kijken. Ik denk dat niemand dat gebruikt in Black Ops 2, maar in Call of Duty 4 gebruikte ik het echt gewoon heel vaak, want ik was dan nog echt gewoon een camper die Call of Duty speelde en ik was er ook gewoon niet zo goed in. Ik zat gewoon een beetje te kloten. Het was meestal 20 tegen 20 op PC en dat was gewoon veel te druk dat je er ook niet op af kon rennen. Dus dat werkte allemaal niet zo goed. Ik zat er heel vaak te campen. Maar hier op Black Ops 2 heb je dat niet meer. Je speelt gewoon 9 tegen 9 of 6 tegen 6. Of zoals hier in die gun game op de achtergrond 8 speler mode. Dus het speelt gewoon lekker, het speelt soepel. En ik zal eerder ook nog wel een video maken met de verschillen tussen PlayStation, Xbox en de PC. Dat je echt gewoon goed de verschillen kan zien. En ook gewoon jouw console kan uitkiezen. Jouw platform kan gaan uitkiezen wat jij het chillst vindt om te spelen. Maar de gameplay hier op de achtergrond zit er alweer bijna op. Ik zit op dit moment met crossbow. En ik faal er echt gewoon super hard mee. Mijn aim is nog steeds niet optimaal. Ik probeer een beetje mijn aim terug te krijgen die ik had voordat ik naar de PlayStation ging. Want hier speel ik met de crossbow en ik schiet eigenlijk dus gewoon alles mis. Hier zit ik een beetje te zoeken. Waar spannen ze precies. En ook nog een tip als je op gun game gaat spelen, of als je free for all gaat spelen, of als je sharpshooter gaat spelen, domineer één kant van de map. Ik zit hier de hele tijd eigenlijk aan de onder linkerkant van de map en ik schiet gewoon iedereen af. Ik ben de spawns aan het controleren. Deze vent die ik hier probeer te killen, die spannen de hele tijd daar, de spannen de hele tijd mensen onderaan het trappetje en de spannen de hele tijd mensen aan de andere kant van het trappetje. Dus ik kon ze echt gewoon de hele spawn killen. Daarom heb ik dus ook 20-0 gehad. Maar de gameplay zit hier alweer op. Ik maak hier nog een faal kill met mijn ballistic ook. Maar jongens, vergeet de video alsjeblieft een duimpje omhoog te geven als je hem leuk vond. Bedankt voor het kijken en ik ga jullie gewoon weer zien bij het volgende commentaar. En als je meer gameplays op de PC wil zien, laat me weten. Als je gewoon weer PlayStation gameplays wil zien, laat me ook weten. Want ik vind het aan de ene kant chillen om de PlayStation te gamen. Maar aan de andere kant vind ik het ook weer chillen om op de PC te gamen. Dus laat me dat allemaal weten in de comments. En ik zie jullie weer gewoon bij het volgende commentaar, jongens. Bye bye.